Oh, wat doe je nou? Ik heb super veel zin in vandaag, want ik ga een nieuw gadget uitproberen. En dit is gewoon een perfecte dag, want de zon schijnt, je hoort de vogeltjes al. En super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Laten we even snel naar binnen gaan. Hallo Bumper, ga eens buiten kijken. En waar is Mikey? Waar is die kleine opdonder? Waar is die tackle? Mikey, kom eens. Ga eens naar buiten kijken. Ga maar kijken. Wat doe je nou gek? Volgens mij weet hij ook niet wat hij zelf doet hoor, Mikey. Dit is hem dan. Samen met allemaal accessoires die erbij komen. Extra propellers. Er komen batterijen bij. En nog andere oplaadstukjes. En wat er in deze doos zit, ik heb geen flauw idee. Maar dat hoort er ook bij. Dus dit is zeg maar vanaf nu mijn drone. Quinn die heeft er ook eentje. En aangezien Quinn eentje heeft en dus al wat verstand heeft van drones, leek het me handig om dat samen met hem even in elkaar te zetten. Ja, gaat goed. Komen. Dat hopen we. We hebben een tas. Super chill. En dit schijnt echt een bizar kleine drone te zijn. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, want het past gewoon hierin blijkbaar. Kijk hoe klein het is. Je kan hem ook gewoon zo aan je broek maken. Dan kan je gewoon ophangen. Dat is gewoon niet normaal, joh. Showey. Kijk hem. Huh? Dit is hem. Hier, moet je kijken. Dit is de droom. Hij past gewoon op mijn hand. En ik heb dan wel grote handen, moet ik zeggen. Maar hij past gewoon op mijn freaking hand. En dan hebben we hier de controller. Super sick. Echt super sick. Ja, toen verkeerd om. Super sick, joh. Super sick. Waarschijnlijk één keer drukken en dan nog een keer. Ja, nu staat hij aan. Waar staat hij aan? Nu moet je hem in de lucht gooien hoor. Nee, nu staat hij uit. Oh, nu staat hij uit. Oh. Moet je hem in de lucht gooien. Ja, zo staat hij volgens mij aan. Ja, hij staat aan. Oh, hij gaat toch niet in één keer wat doen? Oh shit. Jawel, oh, hij wil nu wel wat doen, maar dat kan niet. Omdat jij... hij wil nu kalibreren en zo, maar dat kan niet. Ja, kijk, allemaal lichtjes. Oh. Oh. Holy shit, die is echt klein hè? Die is heel klein. En die heeft zieke kwaliteit gewoon alsnog, hè? Oh, dit is echt klein, hè? Ja. Ha! Ja, dit is gewoon mijn pink. Het vingertopje van mijn pink. Dat is gewoon de camera. Dus we gaan het zien. Jullie gaan het zien. Sowieso in deze vlog mooie droombeelden van deze. Dit is zo gaaf. Het schijnt dus zo te zijn dat je je telefoon hier zo vast kan klikken. Moet je kijken hoe vet dit eruit ziet. Super handig. En je telefoon is automatisch geconnect. Want je hebt zeg maar een soort van... Ja, ingang voor je telefoon hier in dit systeem zitten. Maar goed, de drone staat aan, propellers zitten er allemaal op. En als allereerst nu het belangrijkste, hoe gaan we je drone noemen? Oh, we moeten de drone een naam geven? Ja. Poeh. Dat is lastig. Dat is heel erg lastig. En nu ga ik toch echt jullie hulp inschakelen. Dus ik zou zeggen, heb jij een hele leuke, goede, toffe naam voor mijn drone? Laat het weten in de reacties. En als een naam van een drone meer dan 1000 likes krijgt, dan ga ik dat overwegen. En als er dan meerdere reacties zijn met een naam met meer dan 1000 likes, dan ga ik later een straalpoll maken. En dan kan je kiezen tussen een paar namen die meer dan 1000 likes hebben gehad. En dan wie de meeste stemmen krijgt, die heeft uiteindelijk gewonnen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor namen jullie achterlaten voor deze epische kleine drone. Mikey ligt er nu nog... Oh. Ik wou net zeggen dat hij er zo rustig bij ligt en dat het sowieso gaat veranderen, want we hebben het voor elkaar gekregen. Oké, neem jij hem mee? Neem ik de afstandsbediening mee? Let's go. En dan is dit de eerste vliegpoging. Oh. Het hoesje is van de camera af, dat is ook wel handig. Het zou echt super lullig zijn als je dus de eerste keer omhoog gaat vliegen en dan het hoesje vergeet eraf te halen. Gast, hoe start je ook alweer? Ja? Ik heb het geleerd. Oh ja, hoe moet je ook weer starten? Naar elkaar toe, naar beneden. Oh ja, allebei naar beneden. En dan naar elkaar toe. Ja, oh, dan naar... Nee, naar beneden. Ja. Ho, ho. Oh shit. Gaan. Oh, wat doe je nou? Wow! Oh my god.
Boom. Dat was mijn eerste vlucht. Oh, dat ging nog maar net goed. Ja, ging bijna fout. Hij ging bijna zo naar achter. En dan kwamen al die propellers hier tegenaan. En hadden we meteen de reservepropellers nu al moeten gebruiken. Maar goed, ik heb nog niks opgenomen. Ik wilde in ieder geval even één keer omhoog naar beneden. Dus laten we even kijken of we nu die camera aan kunnen krijgen. En wat voor kwaliteit dat levert. Dus daar gaat hij. In 3, 2, 1. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we won't do mingle. And my friends are on the way. You got that good goodbye. I want to spend some time back here with you. Met alle opladers, want dat schijnt nogal iets bijzonders te zijn. En wat al helemaal vet is, is dat dit is niet alleen een batterij. Dit is ook gewoon een powerbank die je kan gebruiken om je telefoon op te laden of je tablet. Zo super apart, want dat gaan we even laten zien. Eventjes als voorbeeld, dit is de telefoon van Quinn. En dan hebben we hier de droombatterij. Klikken we hier erin. En dan doen we de USB hierin. Er kunnen dus twee, hè? Dus je kan gewoon twee telefoons of twee tablets opladen. Dus doe je de USB erin. Dan doe je de micro USB in de telefoon van Quinn. En dan doe je deze aan. En als het goed is... Gaat hij dan opladen? Ja! Holy shit! Mijn droombatterij is ook gewoon een powerbank. Maar mijn voorkeur gaat natuurlijk wel naar de knolpowerbank. Dat snap je wel, hè? Knolpower.nl. Even lekker bij je kontje kriebelen weer, hè, Bumper? Deed je die even rijles gehad? Ging weer helemaal super? Ik heb niemand aangereden. Nou, dan is super, hè? We zijn echt iets heel lekkers aan het eten. Dit is gewoon chips. Gewoon standaard chips. En dat doe je in dit prutje. En dat is mango. Oh. Puntpaprika, mango en... Ui. Wat ligt er ook weer in mijn auto? Is dit saus? Ja hoor, barbecue saus. Jongen. Er ligt altijd wel troep in mijn auto. Elke keer als ik dan weer de auto opruim, dan heb ik zoiets van... Ik hou het netjes, ik hou het schoon, ik ga dingen weggooien. Maar dat gebeurt nooit. Maar goed, met de drone vliegen was echt super vet. En ik ben heel erg blij met mijn nieuwe gadget. En ik ga nu naar huis, ga ik nog even een video opnemen. Lekker Minecraft spelen. Dit gebeurt niet vaak, dus als het gebeurt, moet ik het wel eventjes filmen. Ik ben gewoon aan het wachten op D. Ik ben gewoon eerder klaar dan D'tje. Nee, jij maakt mij zo te laat wakker. D was lekker aan het slapen. En ik denk, ik maak haar pas wakker als ik helemaal klaar ben. En nu ben ik helemaal klaar. D'tje moet nog even wakker worden. Mike, lekker chillen. Kijk dan. Dat is het fijne aan een kleine hond hebben. Zo'n kleine tackle. Die kan je gewoon lekker meenemen als een kleine baby. Hè? Hallo Bumper. Ik eye Mikey, deze eyed mij. Kijk eens wat er gemaakt is, Mikey. Oh, Mikey gaat... Oh, doei. Dat was Mikey. Hey Bumper. Bumper ligt altijd met het eten onder de tafel.
Dit is een heerlijke nacho-schotel. Mm-hmm. Met guacamole, een beetje saus en een beetje ananas. En wat is dit? Saus. Ook saus. Oké, okay, S-A-U-S. Quinn heeft mij uitgedaagd om een spelletje te spelen wat ik echt sowieso niet kan. Moet je kijken wat hij aan het doen is. En hij gaat hard, jongen, die mensen. Oh, die mensen. Ik bedoel Quinn. Quinn, die gaat hard, jongen, mensen. Maar dit is nog wel te doen, maar straks wordt het echt moeilijk. Nou, ik vind dit echt al veel te snel gaan. Je zit op 5.5. Wat is je record? 6.3, volgens mij. 6.3, je bent hartstikke gek. Nu wordt het moeilijk als die paars wordt. Ja, zie je? Oh, oh my god. Maar als je naast klikt dan? Dan ben je af. Dan ben je ook af? Heb je gewoon allemaal raak geklikt? Ja. Je kan niet naast klikken, dan ben je af. Wow. Wow, je hebt een record. Je hebt een record. Kom op. Woehoe. Kijk. En nu staat er? Screenshot dan. Oh, ik heb 88% van de global players verslagen. Dus van de wereld? Ja. Wow. Nou, zal ik eens een keertje? Nu jij. Ik ben nu al misselijk. Serieus. Ik denk dat ik nog ineens die 5 ga halen. Oh my god, oh my god. Holy shit, oh. Oh, die moest ik lang inhouden of zo. What the fuck, dat heb je helemaal niet uitgelegd. Wat is dit, jongen? Ik zit nog ineens op de 5, moet je nagaan. Maar nu ga ik lekker genieten van een cappuccino die Nika heeft gemaakt. Met de geklopte schuim, dat is zo. Lekker. Nee, mama, bij jou. Oh, ik ga zo goed, oh mijn god! Nee, oh mijn god! Hoe kan ik dit nou missen? Nee! Je hebt gewoon 6.9%. Oeh! Kijk eens eventjes. In een andere auto zijn we naar huis gereden, omdat we morgen met deze auto op avontuur gaan. Ja. Jouw auto. Mijn autootje. Ja, hij moet echt even rijbewijs halen. Ja. Er hebben nog een paar epische... Ja, opnames plaatsgevonden in mijn studio. Ik denk dat ik het wel episch kan noemen, want ik heb echt weer een partijtje gelachen. Ook een partijtje geschreeuwd, maar dat is bijna altijd wel zo. Omdat ik gewoon zo enthousiast word tijdens opnames altijd als er dus iets episch gebeurt. In ieder geval is het helemaal geslaagd, dus hopelijk is jullie dag ook helemaal geslaagd. Dan zijn we allemaal geslaagd. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie baas morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke...